Daar zit je dan, aan tafel met jouw familie die je hooguit een paar keer per jaar ziet. En in het begin is het heel gezellig, want dan is er veel om over te praten. Maar dan valt het opeens stil tijdens het gourmetten. En je zal zien, jij zit net naast diegene met wie je eigenlijk helemaal niets hebt. Hoe zorg je er dan voor dat het weer leuk wordt? Nou, in deze video ga ik jou vertellen hoe jij verbinding direct kan inzetten voor de feestdagen. Hoi, ik ben Shannon en ik ben content creator bij UNLP. De voorbereidingen voor de feestdagen zijn in volle gang. De een vindt het superleuk en de ander is stiekem meer blij als het voorbij is. Die lange avonden met familie kunnen namelijk nog wel eens een uitdaging zijn. Want hoe maak je nou verbinding tijdens kerst of oud en nieuw? Om te beginnen kun je letten op jouw lichaamstaal. Een groot deel van onze communicatie is non-verbaal. En non-verbale communicatie, waaronder lichaamstaal, is onderdeel van wat wij in NLP rapport noemen. Als jij heel enthousiast een verhaal vertelt en de ander juist een serieus verhaal vertelt, dan loopt dat niet zo prettig samen. Rapport kun je vergroten door aandacht te hebben voor de ander. Stem bijvoorbeeld jouw gedrag af op basis van de stemming van de ander. De communicatie zal op deze manier een stuk soepeler verlopen. Een andere manier om meer verbinding te hebben is door het stellen van open vragen. Want met alleen ja en nee vragen zal het lastig zijn om een leuk gesprek te houden. Waarschijnlijk zal het eerder als een sollicitatie voelen. Met open vragen geef je de ander de kans om meer te vertellen. Je nodigt de ander ook uit om zelf bij te dragen aan het gesprek. En als je lekker aan het praten bent, dan kom je in een bepaalde stemming. Het zal prettig voelen om het gesprek voor te zetten. Zorg dus altijd voor een positieve flow. De meest charismatische mensen zorgen altijd voor positieve energie in het gesprek. Ze hebben het over verrassende onderwerpen, stellen leuke vragen en hebben grappige ideeën. Ga op zoek naar dingen die dopamine triggeren. Vraag bijvoorbeeld naar geplande vakanties of wat het leukste van de week was. Leuke onderwerpen zorgen bijna altijd voor leuke gesprekken. En over leuke onderwerpen gesproken, als je zelf veel leuke dingen in je leven doet waar je energie van krijgt, dan heb je ook veel interessante gesprekstof. Leuke dingen doen is eigenlijk iets waar je je hele leven mee bezig moet zijn. Op het moment dat jij niets te vertellen hebt of hebt meegemaakt, dan is het misschien een teken om een leuker en spannender leven te leven. Hoe goed jouw lichaamstaal en hoe leuk je verhalen ook zijn, het maken van verbinding valt of staat bij dit punt. Moedig de ander aan om ook bij te dragen aan het gesprek. Misschien herken je het wel, zo iemand die eigenlijk helemaal niets terugvraagt. Je kunt de ander heel makkelijk aanmoedigen om ook bij te dragen. Met deze twee woorden kom jij al een heel eind. En jij? Als je een gesprek start en ervan uitgaat dat de persoon tegenover jou al niet leuk is, dan is de kans heel groot dat het gesprek ook niet leuk gaat zijn. Maar hoe anders zou het zijn als jij ervan uitgaat dat de ander een positieve intentie heeft? Misschien kan de ander wel niet wachten om jouw verhalen te horen. En misschien vindt de ander het superleuk om zijn of haar eigen verhalen te delen. Als je daarvan uitgaat, dan wordt het gesprek ineens heel anders en veel leuker. Iedereen communiceert op een andere manier. In NLP kennen we dit als verschillende representatiesystemen. De ene persoon is meer gevoelig voor geluid. De andere denkt misschien heel erg in beelden. En weer iemand anders gaat helemaal aan op gevoel. Vaak hoor je dit terug in de manier hoe mensen spreken en hun woordkeuze. Als jij een verhaal aan het vertellen bent, dan kan het helpen om aan te sluiten op het representatiesysteem van de ander. Want op deze manier zal het makkelijker zijn om verbinding te maken. Je hebt leuke gesprekken gehad met mensen met wie je eigenlijk normaal niet zoveel praat en je hebt ze beter leren kennen. Het is het einde van de avond en het is tijd om weer naar huis te gaan. Die laatste indruk is vaak net zo belangrijk als de eerste indruk. En als het goed is, heb je op dit moment al rapport opgebouwd. Dus het gesprek op een leuke en positieve manier afsluiten is dus vrij eenvoudig. Benoem bijvoorbeeld iets wat eerder in jullie gesprek is genoemd of gebruik onderlinge humor. Ik hoop dat jij met deze tips de verbinding aan kan gaan en de feestdagen gezellig kan doorkomen. En als deze tips jou hebben geholpen, laat het ons dan vooral weten in de reacties. Like deze video, abonneer op ons kanaal als je dat niet hebt gedaan en deel deze video ook. Misschien wel met je hele familie, want dan is iedereen goed voorbereid. Tot de volgende keer!